Oh ja. Goedemiddag, allemaal. Hé? Ja. Nou ja. En dan gaan we zo meteen slaapje doen. Ja, hé? Ja. Ja, lieve vrienden, ik zit trouwens een beetje te hoog zeker. Nou ja, valt wel een beetje mee. Ik moet ietsje lager. Ja, en goedemorgen eigenlijk. En het is vandaag vrijdag, de 28e februari alweer. Ik ben er al een tijdje eruit. Ik heb het een en ander even op de hand moeten afwassen, zodat niet in de vaatwasser mag. Ik heb de diertjes verzorgd. Ik heb zelf al een broodje staan. Koffie. En drinkyoghurt heb ik staan. Smaak, persik, lekker. Als ik klaar ben, dan ga ik met Rijka even lopen. Want om 1 uur krijg ik huishoudelijke zorg. Maar niet Rebecca, maar een ander vrouwtje. Julia heet ze, geloof ik. Dus we zullen het beleven en ik denk dat ik die de kattenbak maar laat doen, want dat doet Rebecca ook altijd, want met COPD mag je dat niet doen. En het strijkgoed, ja, die zat er ook maar weer eerst doorheen, toch? Ja, maar we zullen het beleven. Ik heb vannacht nog een telefoontje gehad, ja, vannacht, ja, achterlijk niet. Maar ja, maakt niet uit. Ik kreeg eerst op Facebook een privébericht. Ben je nog wakker? Ja, ik wel. Maar kan ik je bellen? Ja hoor. Dus dat was Mary, die ook vorig jaar zomer al in een aantal vlogs is geweest. En die komt waarschijnlijk, heel misschien als we eraan toe kunnen komen. Dus ja. We zullen het beleven, maar ik wens jullie wel een welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ook moet er eigenlijk nog wat boodschapjes gedaan worden, want ik heb voor Rijka geen vlees meer. Nee, die is het op. Ook ben ik met de laatste doos bezig van de katten. Dus ja, er moet ook weer daar nieuw voor komen. Maar dat komt allemaal wel goed. En desnoods krijgen we Rijken vanavond even een zakje kattenvlees en haal ik morgen boodschappen. Ik heb ook nog. Het is geen ramp hoor. Nee, het is geen ramp. Maar oké. En ik ga vanavond gewoon weer even naar de noedels. Want ik heb te veel van het lekkere genoten. Ja, dat moet maar eens eventjes weer wat minder. Want ik kom enkel maar weer aan. En dat wil ik niet. Nee. Even een beetje rustig aan eten. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga verder, want anders kom ik er niet. Ik zou zeggen, geniet van alles. Hier is het ja heel raar weer. Het zonnetje is aan het vechten om er doorheen te komen. Maar ja, het mag van de bewolking niet helemaal. Maar oké, komt ook hopelijk goed dat hij er helemaal doorheen mag komen. Althans, de zon is voor ons, volgens de geleerde, een vrouwelijk iets. En de maan is voor ons, de geleerde, een mannelijk iets. Nou ja, we zullen het beleven. Nee, daar mogen wij niet aankomen. Nee, ik zal gelijk maar weer even opruimen, hè? Ja, zo. Zo, gelijk weer daar. Simpel, je eigen bakje. Hé? Jij ook wel leven, man. Mijn of meisje. Hier ben je bij je schat, ja. Zo, even die in de week, kan die ook schoon. Rijken had er vlees ook alweer op, dus ja. Nou moet ik nog eten. Ja. Zo, ook in de week. Ja, oh ja. Goedemiddag, allemaal. Hé? Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, dat vrouwtje dat hier aan het werk was, is al geruime tijd weg. Ja.
Ik kreeg namelijk, ik was ook aan met een vlog bezig in elkaar te zetten, maar dat wou me niet vlotten, want ik kreeg telefoon van mijn zwager, de broer van mijn mannetje. Ik heb een hele tijd mee zitten te kwekken. Toen moest ik noodgedwongen ophangen, want ik kon hem niet meer verstaan, omdat er hier gestofzogen werd. Dus ik zei, nou, ik bel je straks wel weer terug. Toen belde Karin nog, ook nog even mee zitten te kwekken. Toen mijn zwager weer teruggebeld. Nou, dan ging ik nou ook net een kwartiertje, ben ik daar klaar mee. Toen ben ik, en ik had wel in die tussentijd de film in elkaar gezet, maar hij moest nog renderen. Maar dat kon niet eerder dan ik ook het geluid aangepast had. Dat moest ik nog doen. Nou, dat moet je bij je hoofd erbij hebben en dan moet je het kunnen beluisteren. En zolang je aan de telefoon zit, kan je dat niet doen. Dus ja, toen heb ik me noodgedwongen weer opgehangen. Van sorry lieverd, want ja, ik moet toch ook verder. Ik moet ook nog boodschappen doen, et cetera. Dus ja, een drukke middag al met al, ondanks dat ik meer op mijn kont heb gezeten dan wat anders. Ja, oké, ik heb de vuilnisbak vanochtend geleegd. Ik heb Rijken uitgelaten. Nou, die moet er eigenlijk ook weer uit met licht te slapen. Dat ik denk dat ik eerst maar even boodschapjes doe en dan haar uitlaat. Ik heb wat speelgoed op de bank gelegen. Ik zal nog wat anders op de bank leggen, dat ze even wat te snijden heeft. En dan ga ik boodschappen zo meteen doen. Ik moet nog even enkel nog een foto bewerken voor YouTube. Maar dat komt straks wel. De film is al klaar met renderen. Die kinderen in principe al naartoe. Maar ik moet er eerst even een leuke foto erbij hebben. Heb ik al, maar die moet ik ook nog bewerken. En dat komt dan wel. Ja, dat komt straks wel eerst het andere. Want het is ook roetje koud. En voordat het nog kouder wordt vanavond, wil ik het wel in huis hebben. Want het waait best ook. Ja, er ligt er ook nog eentje met een hondje. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, doe ik ook altijd. Ja, en ondanks dat ik verdrietig ben, lach ik toch. Ja, moet kunnen. Ja, en waarom ik verdrietig ben, dan nog steeds rondom mijn man, hè? Ja, ik bedoel, 25 februari is hij overleden, maar 3 maart hebben we hem gecremeerd. En hij lag in die tussentijd wel hier opgebaard, hè? En ik had in die tussentijd wel een hoop mensen steeds over de vloer. Dus dat gaat me niet in de koude kleren zitten. Nee, dat blijft een dag die je steeds weer terug blijft herinneren. Wat? Een dag? Een week? Ja, wel langer dan een week. Komt steeds weer terug. Ja, dat... Ik val niet, man. Viel er eentje bijna. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet verder. Ga ik ook doen en we spreken elkaar na die tijd wel weer. Ik zou zeggen, tot dan, doei doei! Ja, lieve vrienden, door de regen ben ik weer thuis gekomen en het is koud en het waait. Het is vreselijk. Ja, het gaat niet goed met jou, hè, schat? Wat was vrouwtje net in paniek door jou, hè? Ja! Fruitje was in paniek door jou. Gelukkig dat Karin dan net weer aan de telefoon hing, want die appte al dat ik bij de winkel was. En die belde me op mijn mobiel terwijl ik net binnenkwam. Een jas nog aan en Rijka begroeten. Ze zei, nou dan bel ik zo weer terug op uw huistelefoon. Ik zei, heb even een paar tellen geduld. Ik zei, ik ben jas nog even uitdoen. Dus ik heb haar, ik zeg maar, dan bel ik jou wel terug. Dus ik heb haar net teruggebeld, maar ze moet straks ook werken, want ze moet er wezen. En dat gaat natuurlijk voor. Maar Ewin, die had wat gepakt wat van Rijka was. En dat lag op de bank. Iets eetbaars hoor, maar te grof en te taai, wat zij met dat kleine bekkie niet weg kan krijgen. En ik heb het vermoeden gehad dat het in het strotje bleef hangen of zoiets. Want ze zat dan met die pootjes bij zijn bekkie om het... Ja, maar dat gaat niet, hè? En ik had zo te doen met haar en zo eng gezicht. Ik dacht, oh mijn god, straks stikt ze er nog in. Hè? Die dood wens je er ook niet toe. Nee.
En toen zei Karin, nou heel makkelijk, heel simpel. U pakt hem op onder haar buik en laat hem onverwacht weer los en laat hem gewoon op de grond vallen. Dan schrikt ze en dan schiet het los. Nou, ze miauwt alweer. Dus hé, meisje, kom eens. Kom maar, schatje. Kom maar. Hé? Oh, mijn meisje toch. Hé? Ja. Hé, meisje. Ja. Mijn hoopie. Hé, dit is mijn prinsesje. Hé, prinses Eowyn, hè? Ja. Dat ben jij, schat. Hier. Oh, spinnenkoppie. Dat gaat weer goed. Ben ik blij mee. En ja, Rijka, daar ben ik ook trots weer op. Want ik kon haar gelukkig weer volgen met de camera. Dat deed het weer. En het enige wat ze gedaan hebben, dat is heen en weer lopen. En kijken of ik er alweer aan kwam. Nou ja, dat mag. Zolang ze de bommen niet vervreet. En ook niet jankt of blaft of wat dan ook. Mag ze voor mij zoveel lopen als ze wilt, ja. Enkel wat ik nou had willen doen, dat was nu met haar wandelen. Maar het spoelt hier. Ik wacht eerst tot het even wat minder wordt. En deze nog weer wat droger dan nu. Kijk, ik ben niet bang dat ik nat word. Maar het gaat nou echt, kom met bakken naar beneden. Dat hoeft voor mij ook niet, nee. We wachten wel even en moet ze al nodig, dan is er een tuin. Ja toch? Beter één nat dan allemaal nat. Of niet dan, Rijka? Kom eens, best vrouwtje. Kom maar. Kom maar, schat. Hé, en die wordt ook met de dag zwaarder. Oh, oh. Die is ook geen 6 kilo meer. Nee, nee. Hé? Lekker ding. Zeg maar dag, allemaal. Hé? Zeg maar dag, allemaal. Ja, toch? Meisje. Hé? Fruitjes meisje, hè? Ja. Hele grote meisje. Fruitje is weer wat lekkers voor jou. Hé. Die kleine. Met die kleine brokjes erin. Ja, die emmer. Grotere moet ze niet, maar deze moet ze wel. Dit zijn de kleintjes. Die wil ze wel. Maar de grotere wil ze niet. Nou, deze moet gelijk open, want ik heb enkel boven nog maar een beetje staan, maar ik heb hier beneden niks meer. Hé? Nee, deze wil jij, hè? Ja, hè? Ja! En die wil Eowyn ook wel, die kan Eowyn wegkrijgen. Goed zo! Pakt ze ook aan, dus ja. Hé, lekkere meis! Zo, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik heb de tas vol met boodschappen weer. Enkel tussendoor een ander ingepakt dan door ik. Ja, ik zal dat nooit zo doen. Wat een troep. Ik had het veel netter, maar ja, wie ben ik? Ja, wie ben ik? Ik ben gewoon ik. Ja, maar ik hou niet van een bende in mijn tas. Nee, dat moet netjes... Maar ja, het kon in ieder geval op mijn vloertje staan bij mijn benen. En daar ben ik dan blij mee. Wat ruik jij? Hoppa! Oh, wat ben je ook een lekker ding, hè? Ja! Je bent een lekker ding! Ja, je bent een lekker ding. Hé? Ja, grote meid. Wat ben je? Ja, je bent een grote flinke meid. Ja, ze leert al zoveel. Hé? Ja. Ik ben een grote meid. Maar oké, ik zou zeggen voor zometeen. Smakelijk eten, bon appetit. En geniet van je dinner. Ik ga nog even... boodschap opruimen en ik heb koffie staan. Staat wel als het ware niet op de tafel, maar op het aanrecht, maar ik heb het wel. En ik heb een bounty, dus daar ga ik eerst even lekker van genieten. En vanavond, nou, ik heb helemaal geen zin in wat. Dan heb ik vanochtend de tijd toch al gegeten, maar nou, we moeten eten, nee. Maar de dieren gaan wel hoor, ja, die krijgen straks wel eten. Hé?
Ja, dat doen we gewoon. Maar oké, okay, lieve vrienden, de film die is ook al naar YouTube. Ja, die ik vandaag in elkaar had gezet, want voordat ik wegging heb ik eerst maar toch wel dat plaatje gedaan. Ik denk, dan kan dat naar YouTube. Terwijl ik mij klaarmaak, de boel pak, de tas pak, etc. Dan kan hij op YouTube uploaden. Downloaden, hoe noemen we dat? En voordat ik vertrek, dan is dat wel klaar. Nou, dat was inderdaad het geval. Dus ja, daar ben ik ook blij mee. Geen omkijken meer naar. Niet eerder dan morgen weer. Wil je wezen? Nee. Ja, weet ik veel. Nou, een auto. Een zwarte. Ik zou even een zwarte auto willen hebben. Nee. Ik kom al één keer in een zwarte auto waarschijnlijk. Maar ja, dan leef ik niet meer. Dan hoef ik niet een auto te hebben, gewoon zo als ik een rijbewijs zou hebben. Zou ik niet een zwarte auto willen hebben, nee, echt niet. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet en tot later. Nou ja, en dan gaan we zo meteen slaapje doen. Ja hé, ja. Je moet nog even naar de badkamer, even de make-up eraf halen. En het is al heel erg laat. Kijken of we dat kunnen zien. Nou, 3:45 zaterdag. Dus ja, ik wens jullie ook allemaal gelijk een hele goede morgen. Maar ik kom zo nog even retour als ik klaar ben en op mijn bedje zit. Ik leg dus aan die kant. Rijka die zat er al net tegenaan. Dus ja. Hier, dat doet Gandalf even. Al mijn kleren overhoop. Oh, 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 oh. Ik leg het altijd keurig netjes daar neer. En wat zegt Gandalf? Ik gooi het eraf. Nou ja. Hé, meneer? Ja, hé? Dat doe jij, hè? Met je druiven stampen. Hé, Rijka? 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 Moet je daarom? Mag me doen. Achter het gordijn? Nee. Nou, dan niet. Nee. Nou, ik kom zo weer retour. Ja, lieve vrienden. Het is dus al lekker donker in mijn kamertje. Kan er ook niks aan doen. Miauw. Verdomme. Auw. Kan dat toch? Poefie. Ja, en ik weet hoe dat komt. Door het licht. Ik heb hem verkeerd. Ja. Ik heb nog geen licht erop. Ik kom zo weer even retour. Nou, dan doen we het zo. He, dan zitten we in het zonnetje, hè, Rijka? Ja, nou, we zitten in het zonnetje. Piep, piep, zegt vanuit het horloge, oftewel het is 4:00. Nou, die meneer, die ligt op mijn schoot. Hou jij nou eens even op. Hé, hey, tante Pollewop. En zo slapen. Ja, dat wensen jullie. We wensen jullie natuurlijk een welterusten en lekker slapen en gezond weer op. Hè. Ja, hè, meisje? Jij? Ja. Ga je doen allemaal. We gaan je morgen weer eens even behandelen. Oftewel vandaag. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker en tot over een aantal x uurtjes. Doei, doei!